Die jongen kwam letterlijk aan met zijn fiets en hij stopt zo. Maar je voelt gewoon zo'n band, voelde ik gewoon tegen de auto. Ja. We hebben een live track. Goedemorgen jongens en meiden, welkom weer terug in mijn nieuwe vlog. Oh! Hallo. Goedemorgen. Zo, zijn we lekker, hebben we lekker geslapen? Ja, echt wel. Ja? Jij hebt met twee meiden op de kamer geslapen? Ja, als we weer gelukkig. Ik was stiekem een beetje jaloers van. Kijk eens even, wat zijn we aan het maken? Croissantjes. Oh ja, we hebben dus gisteren inderdaad croissantjes gehaald. Kijken. Oh, het piepje gaat nu af. Oeh. Nee, lekker dit. Oh, ik hou hem wel dicht. Ja. Sorry. Ik heb vannacht dus naast Matthijs geslapen. Goedemorgen jongetje. Kijk hem even lekker liggen. Hè? Moet je niet even uitkomen, jongen? Ja, eigenlijk wel. Het was gisteren natuurlijk eigenlijk al duidelijk dat de planning om naar het strand te gaan niet heel slim was. Want het weer is nou niet echt heel denderend. Gisteren ging het natuurlijk kaart stormen. En nu is het alsnog best bewolkt. Het is ook gewoon heel mistig. Kijk, je ziet de horizon niet eens. Ik zie ook echt op dit moment maar twee mensen op het strand. Ja, en daar een paar dan. Maar ja. Het heeft ook wel weer wat. Oké, ze hebben boven dus een hele zieke douche. Wij hebben namelijk... Oh! Massage dingen. Wat? Gewoon van die massagestralen. Ja, dan kunnen ze lekker zijn. Dat is echt super nice, ja. Hè. Dat wil ik thuis ook. Jij bent de enige die eraan heeft gedacht dat het weer ook misschien gewoon kut kan zijn. En een trui heeft meegenomen. Ik heb het echt meegenomen omdat de airco in de auto heet het heel goed. Dus ze dachten van, neem deze airco mee. Ik hoop dat het nog een beetje mooi begint te worden. Ik zie wel daar namelijk al een beetje zon doorkomen. Hé, kijk, dat is een goed teken. Ze zeggen ook al een hele week dat het gaat omweren, maar... Oh. Ja, dat was gisteren inderdaad. Keihard. Ik heb echt al 10 keer mijn hoofd gestoten. Nou, wij gaan jammer genoeg het huis alweer uit. Het was leuk. We hebben het letterlijk onder water gezet. Daarna hebben we gechilled en dat was het eigenlijk. Maar het was wel leuk. Ah, jongens, wat heerlijk. Het is gewoon 22 graden, 10 uur 's ochtends en we zijn dus al op het strand. Ik denk dat ik met jullie nog nooit zo vroeg wakker ben. Nee, misschien zelfs de ene keer dat we naar Parijs gingen. Ja, toen gingen we ook niet zo vroeg eruit. We gaan om 8 uur rijden. Toen 11 uur was echt zo. Ja. Ah, beter dit. Gisteren was ik natuurlijk mijn huissleutel kwijtgeraakt. We zijn dus weer terug in de auto, we hebben even snel wat gegeten op het strand. Maar gisteren was ik dus mijn huissleutel kwijtgeraakt. Blijkt hij dus in de zak gezeten te hebben van Ricardo die bij me was. Dus dat betekent dat ik die nu kan ophalen. Want zijn moeder heeft dus mijn huissleutel in zijn broek gevonden in de was. Dus ik moet nu even mijn sleutel bij hem gaan ophalen. Want ik kan nu anders gewoon echt niet mijn huis in. Voor de duidelijkheid, ik was niet zelf degene die hem is kwijtgeraakt. Hé Jade? Jade was mijn huissleutel kwijtgeraakt. Hoezo ik? Omdat ik hem aan jou gegeven had. Ja. En jij hebt hem blijkbaar aan Ricardo gegeven. Ik geef je vaker nog iets. Gewoon mijn huissleutel weggeven aan iemand. Maar ik zei dat hij in zijn broekzak zat. En daar zit hij. Ja, dag. Ja, nee, ik krijg ze. Maar gelukkig is hij dus weer... Oké, dankjewel. Gelukkig is hij dus weer terecht. Ah, jongens, ik zie daar een hond lopen. Wat een cutie. Wat voor ras is dat? Hij zag er zo schattig uit. Ik zie hem nu alleen nog maar van de achterkant. De man. Heb je de sleutel? Ja, dan ga ik even voor de zekerheid checken. Oh shit! Heb je deel? Ai, kijk, yes. Eindelijk! Ik heb mijn sleutel weer terug. In zijn broekzak zat hij dus gewoon. Nou, ik heb hem. Ik moet dus weer tanken, zoals gewoonlijk. En blijkbaar is hier het tankstation, dit is het goedkoopste van Nederland. Ja, dat is goed zo. Oké, dat zeggen ze tenminste. Fietenolie heet het, wat een aparte naam. Het zit dus bij Assendelft. Of Ozaanstad is dit trouwens. Normaal gesproken ben ik voor een volle tank zo'n 160 euro kwijt. Dus we gaan kijken hoeveel we nu kwijt zijn. Hoeveel het scheelt. Helemaal vol. En het is 140 euro. Waarom kun je dit scherm niet lezen? Huh? De camera doet dit scherm het niet. Nou, het scheelt toch zo'n 15 tot 20 euro. We hebben een lifehack. Je kan dus namelijk niet echt een echte ijskoffer bestellen bij de McDonald's. Nee, dat kan toch niet? Nee, niet. Ja, frappé. Ja, een frappé, maar geen echte ijskoffer. Dit is nu een beetje een hype toch? Dus we hebben nu iets, inderdaad. Het is een TikTok challenge, dus we gaan even eens kijken. Oh, nou, het is een TikTok challenge bij me. Ja? Je moet dus de espresso... Ja, espresso shot hierin. ...in de milkshake gooien. Dit gaat er niet overheen. Oh. We hebben geen... Hebben rietjes of niet? Ja, ja. Oké. Okay. Huh? Huh? Waarom beweegt het? Wat deed het? Mag ik een rietje dan? Ja, wacht even. Dit moet wel roeren, ja. Ja, ook een rietje.
Pak een rietje. En dan smaakt het dus echt naar een goede ijskoffie blijkbaar. Is dat het? Is dat de lifehack? Ja, dit gaat echt mijn auto vies maken. Matthijs. Kijk hoe blij die ook is. 3, 2, 1 en is lekker? Oké, maar het is echt best wel lekker. Ja? Het is echt lekker. Ja, ik maak echt geen grapje. Zag die lippen eromheen gaan ook zo. Ja, wel, het is echt lekker toch? Ja. Ah, oké. Okay. En we zijn weer terug thuis dus inderdaad. Deze dingen die hier staan, die ik dus heb gekocht bij Anne Fleur, die moeten dus nog gevuld worden met kaarsen. Er moeten hier kaarsen in, want dan komen er dus, ja, dan komt er s'avonds een hele mooie sfeerverlichting. Ik ben dus alleen heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dus Jade, fijn verleed. Wil je straks met mij kaars kopen? Oh, dat vind ik wel spannend eigenlijk. Ja? Ja. Durf je dat niet? Ja, jawel, jawel. Oké, okay, gelukkig. Dit is niet mijn beste engel. Nee. Dat was niks. Ik hoorde gewoon je cameraatje geluidje aangaan. De cameraatje verraadt echt veel. Ja. Ik hoorde gewoon heel zacht. Ik dacht eerst dat Matta was. Ja, dan moet de hele tijd niezen. Maar ze doet het echt op de hele manier. Hoe doet ze dit? Het is gewoon... Nou, moet je nu niet meer niezen ineens? Nee. Nee, zinger. Nee. Ja. Ja. Volgens Matthijs kan je dus hele leuke kaarsen halen bij de Albert Heijn. Dus we gaan er even heen. Hallo. Doe je op YouTube? Wat zeg je? Doe je video? Ja. Ja. Nou, de kaarsen staan hier. Matta had wel gelijk. Het zou op zich wel leuke kaarsen. Maar welke past nu het beste in de eieren? Geef ze even advies. Vrouwelijk advies nodig. Ik vind grijs. Hey, niet grijze? Oké, okay, ja. Ik vind de grijs ook het beste, denk ik. Ja. Sowieso die? Kijk, ja, we kunnen ook dit nemen, maar dat past er helemaal niet bij natuurlijk. Ja, ik vind deze top. Ja, dat sowieso. En dan nog een kleintje misschien. Een iets lichtere. Dit. Ja, dat lijkt zo. Nou, dan doen we deze gewoon. Wij gaan vanavond lekker even simpel doen met een pizzatje. Trouwens, de pizza die ik dus nog steeds altijd neem is bijna altijd salami van restauranten. Oh, kut. Nou. Oeps. Sorry. Zo, wij hebben boodschappen gedaan. Nee jongens, niet op de ramen kloppen. Wacht, hé. Hey. Yo. Ik ben op YouTube. Je bent op YouTube. Hè? Je bent op YouTube. Jongens, ik moet eruit. Ja, ik ben op YouTube. Jongens, ik vind het altijd super leuk als jullie naar mij toe komen. Maar ga alsjeblieft niet met je handen of kloppen op de auto. Of iets. Kijk uit voor de auto alsjeblieft, jongens. YouTube! Ik ook! Ja, goed zo. Ik heb een duimpje omhoog! Goed zo, jongens. Goed zo. Ja, maak een foto. Wel van afstand. Niet met de handen op de auto, oké? Okay? Ik ken jou, meneer. Yo, fuck off allemaal. Yo, top. Ja, dankjewel. Ja. Yo, ik wil niet lullen, maar die jongen rijdt letterlijk met zijn fiets tegen de auto aan. Ja? Ik voelde letterlijk hier een band gewoon die tegen de auto aan ging. Ah, jongens. Eerlijk gezegd, ik ben iemand die letterlijk alles goed vindt op straat. Ik vind alles top en wat dan ook. Maar dit soort dingen, dat mensen echt op je auto gaan kloppen, dat is echt not done. Dat vind ik echt kut. Die jongen kwam letterlijk aan met zijn fiets en hij stopt zo. Maar je voelt gewoon zo'n band, voelde ik gewoon tegen de auto hier aankomen. Ik ben echt iemand die letterlijk overal met iedereen en alles op de foto gaat, behalve natuurlijk thuis. Ik zou never nooit nee zeggen, zelfs als ik uit eten ben of wat dan ook, zeg ik altijd ja. Maar dit soort dingen, dat mensen kuit op je auto zitten kloppen of ze tegenaan slaan, dat gaat mij gewoon wel echt ver. Dan denk ik gewoon echt, dit moet je niet doen. Maar we hebben spullen. Zo. We gaan weer even de poes van de buren eten geven. Olly. Elke keer als ik ze natte voer pak, dan komt hij ineens aanlopen. Dan ruikt hij het blijkbaar. Ik ga het nu openen. We gaan het erin gooien. Ja. Hij komt gelijk hier aanlopen. Kijk. Je ruikt het, hè? Typische poes ook gewoon. Nou, schatie, je hebt ook weer even lekker je aandacht in je eten gekregen vandaag. Oh, je water. Mooi. Ik ben echt officieel een kattenfluisteraar. Elke kat vindt mij leuk. Tenminste, oh, of niet helemaal. Oké, oh. Hey, en kijk eens aan, de kaarsen staan erin. Deze past dus niet echt, kijk. Ah, kan prima, joh. Nee. Oh, what the fuck. Het kan wel op zich. Het kan wel, inderdaad. Maar eigenlijk hadden we hier die grote, hier een iets kleinere. Ja, en hier ja. Maar het is goed gekeurd. Ja. Oh, deze had wel heel groot moeten zijn, inderdaad.
Nee, dat is prima. Zo, even lekker alles laten doorluchten hier weer. Oh, ik ben nog steeds zo blij met de plant, jongens. Niet normaal. Echt zo top. Nou, nu ook nog even tijd om het aquarium wat eten te geven. Of nou ja, de vissen natuurlijk die erin zitten. Ik vind het echt zo leuk om te zorgen voor dieren. Ik hou er echt van. Ik vind het zo top. Ik vind het echt leuk dat je ergens voor moet zorgen. Ja, doe je daar ook voor ons. Zullen we anders gewoon kinderen nemen? Met z'n drieën. Ja! Een driehoeksrelaat. Ja! Laten we kinderen adopteren. Ja, laten we dat doen. Gewoon, weet je, ik ben nog te jong, maar dan hou ik hem bij jullie. Ja. Dan passen wij erop en dan... Ja. Dat is een goeie. En het sneeuwt weer. Lekker eten. Oh, het doet me echt goed om te zien dat deze vis ook gewoon het echt goed doet in het aquarium tot nu toe. Daar ben ik echt blij mee. Tijd om Jade weg te brengen. Jade moet morgen... Nee, ik wil het niet horen. Morgen is het dinsdag. Jade moet morgen na zes maanden is het toch? 6 maanden moet ze weer naar school. Holy shit. Ik zou me dat echt niet voor kunnen stellen. Natuurlijk omdat het allemaal eerder, door corona, is het allemaal gestopt. Nee, 5 maanden. 5 maanden. Dus dat is nog veel te veel. Verschrikkelijk. Nee, ja, jongens en meiden, het is natuurlijk hartstikke normaal. Heel veel van jullie gaan ook gewoon naar school. Hoe weinig zin heb je in morgen? Of heb je toch wel een beetje omdat het zo lang geleden is? Nee. Gewoon echt helemaal niet? Nee, gewoon echt niet. Ik weet ook gewoon dat ik op ga staan, dat ik mijn joggingpak aandoe en ik naar school ga. Oh! Ja, ik zou het ook echt heel kut vinden. Ik ben 5 jaar geleden natuurlijk gestopt met school, ook voor YouTube. Maar ja, jij moet nog een jaartje. Hè? Ik ga echt huilen. Ga je huilen? Is het zo erg? Ja, ik ben op Boerska, denk. Nou, meid. Nou. Daar ga je. Daar ga ik weer. Lekker naar school morgen. Ja. Succes. Dank je. Komt goed. Nee, komt het eigenlijk niet. Jawel, komt goed. Nee. Oké, okay. Doei! Sowieso, alle kijkers die morgen naar school gaan, of nou ja, eigenlijk voor vandaag, dinsdag. Als de vlog online komt, is het dinsdag. Heel veel succes! Jullie kunnen het. Tijd om de kaarsen aan te zetten. Ik heb expres gewacht tot het een beetje donker werd. Oh, gaat hij wel aan? Kijk! Nu moet het eigenlijk alleen nog helemaal donker worden, want dan heb je pas echt sfeer waarschijnlijk. Maar het lijkt wel ergens op. Het ziet er wel heel gezellig uit zo al. Ja, jongens, ik moet zeggen, deze dingen zorgen echt wel voor een leuk sfeertje. Nu is het helemaal donker dus. En ik vind het echt heel leuk eruit zien. Kijk hoe leuk dit drinkbakje van de katten ook blijft in het donker. Geef gewoon helemaal licht. Het valt me nu pas op. Echt super handig. Je hoeft ze ook echt gewoon 6, 7 dagen volgens mij geen drinken te geven. Want er kan heel veel water in. Oh, wow, 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 wow. Jongens en meiden, ik heb de hele avond lekker zitten chillen. In mijn eentje hier ook een beetje achter mijn computer op de bank. Ik ga dan altijd naar een website. Dat is Funda. Daar kan je kijken hoe huizen eruit zien die te koop staan en shit. Ik zit dan te kijken hier in de toren. En er staan zulke mooie huizen te kopen hier. Dat ik echt denk van, oh... Ook ergens boven in de 30ste verdiepingen daar ergens staan huizen te koop. Maar ja, je moet altijd blijven dromen en hoop hebben, want daar leven we voor. Dus jongens en meiden, ik ga in ieder geval nu lekker slapen. Ik ben ontzettend moe en ik weet niet wat ik allemaal brabbelde net. Maar bedankt voor het kijken. Tot morgen, om afstands bij weer een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ja, dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. En later!